hoogwaardigheidsbekleders en alle andere geachte genodigden. Ik zie een tevreden voorzitter vandaag. Zeer zeker. Ik ben heel tevreden omwille van het feit dat de weergoden ons gunstig gezind waren en dat er dus toch wel daardoor een grotere opkomst is geweest dan anders. In de speech viel mij op dat bepaalde, onder andere bij de commandant was dat, er aandacht en stil wordt gestaan op die vreselijke momenten. Wel, wij zijn niet van die generatie, we hebben het zelf niet meegemaakt, maar het moet een verschrikkelijke oorlog geweest zijn, die grote oorlog. Hè. 4 jaar lang, achter den ijzer, in de tranchées, in de loopgraven, in die koude winters, nat ook, hè, want het stond er allemaal onder water. Wij kunnen ons dat niet voorstellen wat dat met een mens doet. Hè. Harde training, harde opleiding. En op 11 november, zoveel jaar geleden, krijgen zij van toenmalig prins Boudewijn hun vaandel, hun fiere vaandel, en marcheren zij voor de onbekende soldaten in Brussel. Half december vertrekken zij en komen zij toe in Zuid-Korea. Het Belgisch bataljon, allemaal vrijwilligers die zijn gaan strijden voor. Die hebben heel hard afgezien. Die hebben veel defensieve, offensieve operaties gedaan. Het was daar een verschrikkelijk terrein. Meneer commandant, u hebt daaruit een mooie toespraak gedaan voor de duideling wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ik denk dat 11 november, dat is een dag dat we in ere moeten houden. En we moeten echt wel stilstaan bij al dat menselijk leed wat er gebeurd is. We moeten echt wel, al die duizenden en duizenden mensen, soldaten die gestorven zijn voor onze vrijheid, al die duizenden soldaten die vermist zijn, die we nooit niet hebben teruggevonden, al die vluchtelingen, al die zwaar gewonden. Dat is belangrijk dat we daarbij stilstaan en dat we ook samen hopen dat dat nooit meer zal gebeuren. Dat is zo belangrijk, nooit meer oorlog. Dat is iets wat niet zo gemakkelijk tot de mens doordringt. Hè. Wat de veiligheid en de rust kan brengen, want het wijkt tot de laatste tijd niet zo goed. Ja. Veiligheid, natuurlijk veiligheid is belangrijk. Moeten we daarvoor een legerdienst terug opstarten? Dat is een ander verhaal. Maar we moeten zeker investeren in veiligheid en defensie. Niet enkel defensie, maar ook de politie, de brandweer, het Rode Kruis. We hebben het gezien, hè? Het was een jaar vol crisissen. Corona, defensie heeft daar enorm veel steun geleverd. Hier alleen in Oost-Vlaanderen hebben wij in bijna 38 verschillende woonzorgcentra gezeten met zeer veel militairen. Een 200-tal militairen. We hebben daar echt heel veel taken gedaan, van soep uitdelen tot administratieve taken, tot medische taken. De overstromingen hebben het ook weer aangetoond dat defensie superbelangrijk is, maar ook de brandweer. De dag zelf zijn er 300 brandweermannen uit het Gentse vertrokken naar het zuiden van het land om te gaan helpen en zo. Dus al die verschillende crisis tonen aan dat we daar echt wel in moeten investeren. Dat is superbelangrijk.